Ik ben Bart den Olf, ik ben contrabassist bij het Brussels Jazz Orchestra sinds 2018. Ik ben docent contrabas aan het Conservatorium van Brussel, het Koninklijk Conservatorium Brussel. En daar ben ik ook sinds 2 jaar coördinator van de jazzafdeling. Ik heb Toets een eerste keer ontmoet in de jaren 80 toen ik speelde bij het BRT Jazz Orkest. De toenmalige bandleider, dat was Bob Porter. En Bob Porter was ook een arrangeur. Die was bezig met arrangementen voor een plaat van Toets. En Bob zei me op een dag van, wacht een beetje, na de repetitie, blijf, loop niet direct weg, want Toets komt. En misschien kunnen ze kennis maken. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik Toets ontmoet heb. En toen hebben we ook een paar nummers samengespeeld. Hij zat gewoon op een stoeltje voor mij en hij zegt, kom, we gaan eens een paar nummers spelen. En dat was ja, een eerste aangename kennismaking. En toen heeft het een paar jaar geduurd, vooraleer we elkaar terug ontmoet hebben, dan meer in een setting waar we dus samen speelden op een concert. Op een bepaald ogenblik wou Toets graag een contrabassist er terug bij in het kwartet. Toen heb ik met hem gespeeld voor zijn 75ste verjaardag in Vorst Nationaal. En dat was mijn eerste officiële gig met Toets. En daarna heb ik nog 17 jaar met hem mogen optreden, tot op het allereinde. Ik was uiteraard niet de enige bassist, hij had ook nog verschillende formaties met andere mensen. Hein van de Gijn natuurlijk. Nick Thijs heeft ook eventjes meegespeeld, maar gedurende 17 jaar mocht ik toch het podium vaak, heel vaak delen, in binnen- en buitenland. En we zijn eigenlijk tot op het einde van zijn leven zeer goede vrienden gebleven en in heel nauw contact gebleven met elkaar.